Lieve mensen met Christel, ik ben alweer een uurtje wakker en het is midden in de nacht. <laughs> het is nu tien over half drie. Maar um, ja, ik moest weer vreselijk hoesten vannacht. Dus um, ben er maar weer uitgegaan. Zodat mijn mannetje lekker kan slapen. Maar um, ik kwam een leuke artikel tegen. Ik heb ook iets gepost over Nieuw-Jeruzalem. Wat ook in de Bijbel staat. En er staat precies de Bijbelversen bij. In mijn post. Maar dit is, ik kwam dus ook uh, Ashtar tegen. Captain Arstar. En uh, die hebben het ook over uh, een soort uh, groot, eigenlijk, uh, moederschip. En uh, dat gaat dan eigenlijk. Uh, ja, die komt eigenlijk aanvaren of zo, ik weet niet precies. En uh, daar zijn alle faciliteiten aan, aan boord. En uh, ja, en, en in de Bijbel staat dat het boven de nieuwe aarde gaat hangen. Straten zijn van goud en, uh, en hier in dit, uh, dit verhaaltje uh, wordt bes precies uh, beschreven hoe dat, uh, hoe dat uh, schip eruit ziet. En dat is gigantisch groot. Mensen kunnen er naartoe op een of andere manier. Ja, het is nog heel vaag natuurlijk voor de mensheid hoe dat allemaal eruit gaat zien. Nou ja, je voelt je fysiek ook beter in ieder geval. Er zijn ook soort uh, ziekenhuizen en... Uh, Wordt daar in gezondheid gewerkt, ook daar. Nou ja, ik kan niet wachten tot het nieuwe Jeruzalem. En dat is niet het Jeruzalem dat ik vroeger had, de dag uh, in Israël. Maar dat schijnt dus een soort uh, moederschip te zijn. Van, uh, ja, van de buitenaardse, van, uh, van God. En uh, die dan boven de aarde hangt, uh, aangezien ik ook die post heb gemaakt. Uh, van uh, wat er in de Bijbel staat over... En uh, ja, ik weet wel dat ik een bruid van Jezus ben. Bruiden kunnen ook uh, de mannen zijn, natuurlijk niet alleen de vrouwen. En Jezus komt alle bruiden ophalen. En uh, want daar had ik ook over gedroomd: dat hij elke deur langs gaat of uh, mensen het licht bij zich hebben. En die mogen dan mee. En uh, ja, heel bijzonder uh, dat dit nou tegenkomt. En ook uh, dat stukje dan weer uit de Bijbel. Wat ik altijd dacht dat het gewoon Jeruzalem was. Maar het schijnt toch iets anders te zijn. Dus heel interessant om dat uh, te bestuderen. En uh, ja, ik deel het ook met jullie. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties eigenlijk hierna. Uh, van mijn post en van het uh, stukje van die uh, buitenaardse. Uh, ja, dus heel benieuwd of ik uh, dat allemaal mee mag maken eigenlijk. Dat geeft wel hoop in deze moeilijke, donkere tijden. En uh, ja, laat dat schip maar binnenkomen varen. <laughs> en laat God dat schip maar boven de uh, ja, straks nieuwe aarde hangen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal afloopt uh, met dat. In ieder geval bedankt voor het kijken en uh, kijk de link in uh, mijn, uh, mijn box... En zet de vertaling erbij, bij de CC, en, uh, zodat je een beetje kan volgen. Ja, het is wel Engels, maar geloof ik, uh, ik weet niet hoe je het in Nederlands kan krijgen, ik denk het niet. Maar ja, dan kan je het altijd nog opzoeken. In ieder geval, tot de volgende keer. Doeg!